Yes, wat tof dat jullie kijken naar natuurlijk deze gloednieuwe update video. Ik hoop dat jullie eventjes op het duimpje mogen willen rammen. Dat zou natuurlijk heel erg gewaardeerd worden, namelijk 2000 likes. Hopelijk kunnen we dat redden. De item shop zien we natuurlijk direct in beeld. En we zien als eerst natuurlijk de Flow, de Glow Wings, de Pulse, de Sonic Glow. En we zien natuurlijk ook de Regal Floof, de Goof, de Hush. In de daily zien we ook toffe dingetjes, namelijk de Whiteout, de Billy Bounce, Infectious, Double Cross, Spectral X en de Breakpoint. Breaking Point en helemaal beneden natuurlijk ook Snake Eyes. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen bij het halen van iets in de item shop. Wie dat ook heeft gedaan is Isaacs Gaming. Ik heb de Arcane Glider gekocht met jullie zakje. Ik hoop dat ik in de ochtendvideo kom. Nou, Gaming, ik noem het even zo. Heel erg bedankt dat je de Arcane hebt gehaald met onze code. Ik zie het inderdaad, een dikke SO naar jou. Goed, laten we gelijk gaan beginnen. Ik heb leuk nieuws, belangrijk nieuws. Laten we direct gaan starten. Ja, we beginnen vandaag eventjes met een nieuwtje over de itemshop. Namelijk op 4 februari, dus over 2 dagen, dan komt de Greedirun set. Ja, een beetje de lastige naam, maar die komt weer terug in de itemshop. Voor degenen die dat leuk vinden, je moet nog 2 dagjes wachten. Maar als het goed is, komt het dan dus erin. Laten we dan gaan naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over de nieuwe update, namelijk de grote V15.30 update. Ze hebben namelijk een aankondiging gedaan dat die er vandaag in komt, namelijk You may make it to the top, but can you stay there? Bladibladibladibla. En de downtime, die begint om 10 uur in de ochtend. Dus je moet, ja, eventjes geduld hebben. Want waarschijnlijk kun je dan pas spelen rond 11:30. En de update gaat redelijk groot worden, denk ik. Want ja, dit is weer zo'n grote update. Het is geen content update wat we natuurlijk bij de vorige keer hebben gekregen. Dus zeker weten nice. Vandaag dus de update. En wat kunnen we ongeveer verwachten? Natuurlijk, Dion heeft al een video gemaakt erover. Die heb je waarschijnlijk al wel gezien. En zo niet, maakt niet uit. Want vandaag komt er sowieso een gehele video over de V15.30 update met alle dingetjes die nieuw zijn. Maar ik kan al wel een aantal dingen zeggen die erin gaan komen. Namelijk, als eerst hebben ze hier gezegd, bring them in cold with the new Mando's Bounty LTM. 2 new exotics, dus nieuwe wapens, en new devices and options for creative. Dus dat is wat we sowieso kunnen verwachten. Waarschijnlijk nog veel en veel meer natuurlijk. Dus dat is zeker weten tof. Daarnaast, ze gaan zeg maar het healing effect van de Zero Point, gaan ze een soort van weer inschakelen. Want op dit moment is die uitgeschakeld. Dat hebben ze letterlijk net uitgeschakeld. Want er is natuurlijk een bug dat je unlimited wins kan halen op die manier. En ze komen daar nu pas achter op een of andere manier. Maar goed, dat gaan ze ook weer aanzetten. Dan eventjes terugkomend op die natuurlijk die exotic wapens. Want jullie zijn misschien wel heel erg nieuwsgierig van, oké, welke gaan dat precies zijn dan? Nou, ik heb een plaatje voor jullie met beide wapens. En die zag je misschien nog wel in de thumbnail verschijnen. Maar dat is dus dit. Ja, deze twee wapens, die kunnen we dus verwachten. Het lijkt wel op de quad launcher en de chuck, of chuck cannon, of ja, het lijkt op een chuck cannon, maar hoe heet die ook weer, de bandage bazooka? Ja, die komen er dus in, alleen, wat het precies gaat doen, ik heb geen idee eigenlijk. Misschien gaat de ene een missile zijn, zeg maar, wat ik gisteren heb laten zien in de video. Zie je nu ook weer langskomen, dat zou kunnen. En de ene die gaat sowieso zorgen, denk ik, dan voor, ja, shield. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. We komen er vandaag achter. Dion gaat als het goed is een video maken over deze update. En dan kunnen jullie vanmiddag zien wat er allemaal nieuw is. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, dit is ook wel eventjes een interessant dingetje. Namelijk, dit gaat eventjes over 2 skins die er misschien wel in gaan komen. Het gaat namelijk eventjes over deze skin. Deze is namelijk te zien in de Creative Hub. Ja, zeer interessant dus. Deze kunnen we waarschijnlijk binnenkort verwachten. En dat is niet de enige, namelijk ook deze skin. Jawel, dit lijkt me zo vet, hè. Want we hebben natuurlijk nu de fishstick skin. We hebben ook een kattenskin. We hebben een fox. Maar we hebben nog volgens mij geen hond. En hoe dik zal het zijn als deze erin gaat komen? Gewoon een hond als skin. Dit is een skin die ik sowieso ga halen. Want dit is waarschijnlijk ook weer een skin waar veel aanpassingen voor komen. Dus verschillende stijlen. Een beetje hetzelfde als de fishstick skin. Die heeft dat ook gekregen. Ik verwacht dat dat ook weer bij deze skin gaat gebeuren. Dus dit is sowieso een skin die ik moet hebben. Dus super, super dik. Dat eventjes gezegd te hebben. Laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje alweer. Ja, en dit allerlaatste dingetje kan wel iets te maken gaan hebben met de update van vandaag. Namelijk, ze hebben een filmpje naar buiten gebracht. En dat is dit filmpje. Ja, jullie zagen het. Een best wel kort filmpje eigenlijk met
ja, eigenlijk niet echt veel audio of zo, maar ik dacht ik laat ons het nog eventjes afspelen. En we zagen daar de fishstick in die hologram. En we zagen natuurlijk ook de Mandalorian. En wat gaat dit precies betekenen? Ze hebben er al een stukje tekst boven gezegd. Got a job for you. More info coming soon. Dus het zou kunnen dat of vandaag meer info komt. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze dat later gaan doen. We weten het op dit moment niet. We houden het natuurlijk allemaal heel erg goed in de gaten. Want ja, vandaag de update. En ik denk al dat we meer info gaan krijgen überhaupt. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Nogmaals vandaag dus een update video over de W15.30 update. Zeker weten kijken. Abonneer met dat belletje aan, dan mis je die sowieso niet. Abonneren of een likeje droppen zou natuurlijk ook heel erg gewaardeerd worden. We gaan voor die 2000 likes. Hopelijk kunnen we dat redden. En je kunt ons natuurlijk supporten in de item shop. Met de code teveelgevraagd. Daarmee support je ons. En ja, heel erg bedankt daarvoor natuurlijk als je de code al gebruikt. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.